lijkt een aardige dag te worden voor een geweldige wedstrijd. Welkom allemaal. Uw commentatoren zijn, zoals gebruikelijk vandaag, Jeroen Gruter en mijn naam is Sierte Vos. En ook dit duel zal worden gestreden in het kader van de Weekend League. Dit wordt een ontmoeting. Ik weet het zeker om van te watertanden, Jeroen. Mij hoef je nooit enthousiast te maken voor een Weekend League wedstrijd, hoor, Sierte. En ook vandaag heb ik er alle vertrouwen in dat we een mooie wedstrijd gaan zien. Ik kan niet wachten. Leroy Fer. Zou wel eens wat kunnen worden. Wah, hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Op weg naar het doel nu. En hij speelt hem weer terug. Dit zou een kans kunnen worden. Arjen Robben. Nou, die grensrechter leek er goed voor te staan. Buitenspel. Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo is nog steeds maar één goal verwijderd van zijn 100ste treffer bij zijn huidige club. Nou, in deze wedstrijd lijkt het me wat minder waarschijnlijk dan anders. Want hij zal toch voornamelijk vanuit een defensieve rol gaan opereren. Al kan het doelpunt natuurlijk zomaar vanuit het niets van. Wegbalbezit bij Lokomotiv. Gaat dit wat worden? Een schot voor de voorsprong. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Maar deze overtreding is geen geel waard. Laam. Mbappé. Bal ingeleverd door Kylian Mbappé. Uitstekend getackeld hier. Ja, specialist. Philip Lahm. Sean Kleiber. Leroy Fer. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Wat gaat hij hiermee doen? Philip Max. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij probeert de steekbal, maar de tegenstander doorziet het. Senesi. Arjen Robben. Weer ingeleverd. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Moet nu een vervolger aangeven. Doelpunt, ze zijn weer in evenwicht. En het staat weer gelijk. 1-1. Philip Max. Leroy Fer. Hij zit er goed tussen bij die pas. Kijk, dat is goed onderschept. Al vroeg druk gezet. Die bal wordt geblokt door die speler. Robben. Ryan Gravenberg. Listige steekbal. En hij is er door. Ratatatata! Die is raak en... We zien maar weer eens hoe het loont om hoog druk op de tegenstander te zetten. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel in de problemen. En dan zie je wat het oplevert. Het is natuurlijk niet zomaar dat deze treffer tot stand komt, hè, Siert. Het begint allemaal bij dat vroege druk zetten. De tegenstander krijgt eigenlijk geen enkele gelegenheid om eruit te komen. Raakt de bal kwijt. Ja, en dan ligt hij binnen de kortste keer achter de keeper. Goed gedaan. En voor die actie komt er een vrije trap. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Een leep balletje diep. De verdediger houdt die bal tegen. Direct druk zetten. Dat werkt hier.
Misschien een mogelijkheid hier. En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, haha, doelpunt. Ha, prachtig hoor. Ze veroveren de bal op de helft van de tegenstander en slaan daarna onmiddellijk toe. Dit doelpunt komt voort uit het feit dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks ruimte krijgt om op te bouwen, om eruit te komen. Ja, en als de bal dan wordt overgenomen, dan ben je binnen de kortste keren bij het doel van de tegenstander. En zo leidt dat dan tot het doelpunt. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Bal wordt ingeleverd. Een kans op een counter. En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. Leroy Fer. Opnieuw Michael Ballack. Balbezit kwijt. Ja, gevaarlijke steekbal. Jammer. Maar hier worden ze niets wijzer van. Leroy Fer. Arjen Robben. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Een uitgekiende steekpaas. Lekker doelpunt. Misschien een mogelijkheid hier. En gaat dit wat worden? Een schot voor de voorsprong. Schitterende. Ryan Gravenberg. Listige steekbal. En hij is er door.